mijn nieuwe vraag op straat. Een achtergelaten tas op het perron of een verdacht koffertje ergens hier in de buurt. Hoe reageert u daarop? Of bent u zelf wel eens een keer iets vergeten waarvan u denkt, dit is niet helemaal handig? Vraag op straat, vraagt het aan u. Ah, dan word ik heel nieuwsgierig. Dat wil ik meteen openmaken. Ja. Ja, ik denk dat ik gewoon door zou lopen. Ik zou er denk ik niet echt op reageren. Ja, misschien in deze tijd dat qua aanslagen en zo, dat je dan wel die zoiets hebt van, oh, wel raar dat er een pakketje staat zonder dat er iemand bij hoort of zo. Dan zou ik misschien wel de politie inlichten. Nou, ik zou eerst denk ik even om me heen kijken, om te kijken of er iemand bij hoort. En dan toch wel eventjes, als het op het station is, instanties roepen om de tas op te halen of iets dergelijks. Ik zou niet zelf gaan kijken, denk ik. Dan loop ik eigenlijk gewoon straal voorbij, denk ik. En dan gaat er niet een alarmbel rinkelen dat je denkt van ik wil daar gaan kijken, nieuwsgierig, of politie bellen? Nou, nee, eigenlijk niet. Nee, weet je, als je daar 's ochtends staat en je wil naar school of naar je werk, dan sta je half brak nog recht uit je bed. Ik denk niet dat ik me daar dan druk over maak, nee. Ik heb zelf bij de politie gewerkt, jarenlang. Dus ik zou de politie bellen. Van, ik zat een pakketje wat niet helemaal deugt. En wat misschien gevaarlijk kan zijn. Ik zou het wel doorgeven. Ik denk dat ik de perronchef zou waarschuwen. Degene die daar de leiding heeft over dat gebied, die zou ik informeren. Over het feit dat ik denk dat ik iets gezien heb. Lekker in kijken wat erin zit. Ik ben te nieuwsgierig, dus ik zou lekker eerst zelf kijken wat erin zit en dan kijken wat ik ermee zou doen. Ik denk dat ik het zou negeren en misschien met een andere voorbijganger er even over zou hebben wat we ermee moeten. En u zou niet gelijk de politie bellen of een andere instantie? Daar zou ik in eerste instantie niet aan denken, nee. En de vraag, bent u zelf wel eens een keer iets vergeten waarvan u denkt, ja, dat had achteraf misschien ook wel verdacht kunnen zijn? Niet dat ik me kan herinneren. Ik geloof niet dat ik ooit iets bij me heb wat verdacht lijkt. Mijn handtas, hooguit. Maar die vergeet je. Nee, die heb ik nog nooit vergeten. Ik ben wel eens al vergeten, maar niet dat het verdacht zou kunnen zijn. Nou, nee, niet verdacht, maar wel vergeten, ja. Ik laat wel eens een tasje staan of zo. Ja. Maar ik ben het nog nooit echt kwijt geweest, hoor.